Serious Talent Sue the Knight vanavond in de studio op bezoek. En dat betekent, ja, ik heb net al de hele concertreeks doorgenomen, maar ik kan beter even alle bandleden gaan doornemen. Maar dan kan ik eigenlijk het allerbeste vragen aan Suus de Groot zelf, de grote vrouw achter Sue the Knight. Goedenavond. Goedenavond. Vertel eens even, want je hebt echt halve bands leeg gestolen, hè? Ja, ik heb overal de beste muzikanten van Nederland vandaan geplukt. Ja, stel ze maar voor, ja, hoor. Ik zit er klaar voor. Nou, het is eigenlijk Linda, die was er als eerst bij. Linda van Leeuwen van Bombay Showpick. En die is nu naast bandlid ook producer en manager geworden. Dus heel handvol. Oké. Toen vervolgens had ik Matthijs als violist. We hebben eerst in kleinere settingen opgetreden. Dus we zijn al met Matthijs, zit al anderhalf jaar bij ook. Vervolgens kwam er bij Thijs van der Klucht, want die heeft het plaat ook geëngineerd en gemixt. En ook gitaarpartijen erbij verzonnen nog. En echt een add-on. En toen zei hij, ik wil ook in de band. Dus toen sprong ik een gat in de lucht. Thijs van Baskerville, nog... even bij sorry, vermelden. Ja, dat nog niet. Oké, okay, Baskerville. Zus. Ach, sorry. Toen heb ik nog Tobias Pensioen van Cheaters and Houses erbij gevraagd. Die had ik al heel lang, daar had ik al heel lang een oogje op. Hij kust terug, ja. En als last but not least, Nana Efabeku. Efabeku. Van een Polaroid View. Van een Polaroid View. En die dat is een bassiste, steengoed, maar kan ook nog eens zingen. Dus, en ze staat ook in de Grote Prijs van Nederland. Hey, finale. Lekker gewerkt. Yeah. Oh, kijk, grote grijns vanaf de speelplaats daar. Hey, en jij nu druk met Sue the Knight. Top of Mind, dat is het liedje waarmee je Serious Talent bent geworden. En wat veel te horen is hier op 3FM. En het gaat erover, heb ik gelezen, dat dingen oneerlijk verdeeld zijn. Ja. Dingen, ja. Kun je dat wat uitleggen? Ja, ik vind het gewoon ongezond dat in de huidige samenleving er nog steeds mensen zijn die niet normaal drinkwater of normaal naar de wc kunnen. Of, ja, en dan, aan de andere kant in de wereld zitten mensen te kiezen welk vliegtuig ze nemen vandaag. Mm-hmm. Goh, zou ik vandaag... Ja, dat is moeilijk. Ja, ik kan er echt heel slecht tegen. Het is wel grappig en ik bedoel het alleszins complimenteus dat je juist zo'n onderwerp bij de horens vat en daar uitspraken over gaat doen. Gebeurt niet heel veel momenteel. Nee, het dan is... naar vraagt, dus ja, het is iets uit het verleden en dan verschillende situaties. En... Ik heb door alledaagse dingen geïnspireerd. Ja, dat ja. Kleine dingen. Ja, ik weet niet. Ik was er niet naar op zoek. Het kwam er zo uit, want ik ben er wel altijd heel erg mee bezig met eerlijkheid. En eerlijk verdelen. Nu je veel op de radio gedraaid wordt. Ik zag het net alweer voorbij komen ook. Op de sms via 4x3. Beginnen ze altijd natuurlijk bij Top of Mind over Fleetwood Mac. Het is dan Top of Mind. Ook bij mij. Heerlijk. Ja, het is helemaal te gek. Want dat is het album wat ik al mijn hele leven eigenlijk meedraag. In mijn buik. En eigenlijk is het ontstaan vanuit een natuurlijk zang en gitaar. Een singer-songwriter. En ik liet het likje aan Linda horen. En die had meteen zoiets van... Looking out for love! Dus zo is meteen een match made in heaven. Maar er is wel wat mee. Er is ongelofelijke Fleetwood Mac revival gaande. Niet alleen omdat ze zelf ook bij elkaar zijn, maar ook de soundachtig bijvoorbeeld. Haim is ook heel succesvol. Komt echt weer terug. Wat zou dat zijn? Ik vraag het mezelf ook af. Is het niet sowieso de meest verkochte plaat? Sowieso ooit? Ja? Is dat nu Fleetwood Mac? Is het niet Michael Jackson met Thriller? Ja, die zit sowieso wel in de top 3. Top 3 van de meeste mensen hebben die wel in hun platenkast. Maar het is wel sowieso een top 5 meest verkochte plaat. Ja, dus soms is het dan gewoon even niet cool en dan ineens dan zit er iets in het water. Terug. Ja. En ik denk ook dat het een heel breed publiek aanspreekt. Dus heel veel generaties. Ja, maar ook de muzikanten en de alto's. En weet je wel, het is voor, het is voor ieder wel. Ook. Ja. Je hoort nu ook Linda van Leeuwen praten van Bombay Showpick. Hoe zit het nou eigenlijk? Wat was ze eigenlijk eerst? Je beste vriendin, je drummer, je manager? Nou, eerst was het met BFF. Nu niet meer. Nu hebben we ruzie. Nou ja, zeg. Nee, we kennen elkaar van het conservatorium. Dus eigenlijk waren we eerst klasgenoten. En toen zag ik haar en toen dacht ik, dat wordt mijn beste vriendin. Nee, ik zweer, het was echt love. Bij de open dag was het al redelijk duidelijk. Ik heb echt medelijden met de rest van de band. Die echt op pad met een rijden. Kippenhok, joh. Ja. Het is een kippenhok. Ja, Thijs die zucht al. En jullie gaan She spelen. Oh. Yes. Wordt dat ook ooit nog een single of hoe moet ik met deze? Nee, dat niet. Nee, maar het is wel een primeurtje. Oké dan. Ja. Nou, ik ben all voor primeurs. Gaan jullie naar hiernaast? Okay. Als je zit te luisteren en denkt, nou, ik wil wel even wat van vinden. Kom maar op, stuur een sms aan 3333, 4x3.